Zoals u wellicht al lang weet, moet ook onze gemeente enorm bezuinigen als gevolg van de herverdeling van het gemeentefonds. Daar zijn we dus al heel lang eigenlijk mee bezig en heel intensief, ook met onze inwoners. Wij hebben nog een keer gekeken naar onze ambities, of we dat met minder middelen, maar ook met bijstelling van de ambities kunnen realiseren. En dat hele pakket samen heeft geleid tot een sluitende begroting met een bescheiden overschot. Wat ik mooi vond is dat de inwoners ook oplossingen hebben aangedragen waarvan we een groot deel ook hebben kunnen verwerken in onze begroting. En daarnaast zitten natuurlijk ook onplezierige maatregelen in de begroting. En dat is onder andere ook dat er een lastenverzwaring is voor onze burgers. Dat is een moeilijk besluit, maar is wel nodig om een sluitende begroting te krijgen. Wat wij ook hebben aangekaart, ook op rijksniveau, is dat eigenlijk het systeem van het gemeentefonds, dus de uitkering die bij het Rijk vandaan komt, komt op een manier tot stand die niet meer past bij de taken die wij nu moeten uitvoeren. Als we kijken naar onze gemeente, komen we daar echt heel ongunstig uit, omdat wij een groot oppervlak hebben, verschillende kernen hebben en uiteindelijk een hoog welvaartsniveau. Daar hebben wij heel veel aandacht voor gevraagd. Dat hebt u ook kunnen zien in het nieuws. En tot onze grote vreugde zag ik bij de behandeling van de algemene beschouwingen dat de punten die wij hebben ingebracht en het commentaar wat wij hebben op de wijze waarop het gemeentefonds wordt berekend, dat dat ruim aan bod is gekomen. En ik hoop dat het ook tot resultaat gaat leiden, zodat we een reëlere verdeling, maar ook überhaupt een reëlere uitkering vanuit het Rijk krijgen. Wij hebben ervoor gepleit om reëlere maatstaven te hanteren, zodat wij ook een reële uitkering krijgen die ook bestand is tegen de taken die wij moeten uitvoeren.